Ik kan het even niet doen, meneer. Dagelijks haking de... Yo, de mensen aangezien en welkom weer terug bij een nieuwe Buildaf. Vandaag komt er een onderwerp waar duizenden jaren om werd gevraagd. En het is eindelijk na al die jaren, komt het dan toch. We gaan de Kingdom doen, maar niet zomaar de Kingdom. Nee, we hebben een speciale gast hiervoor uitgenodigd. Eigenlijk twee speciale gasten, de enige echte koningen van de Kingdom. Natuurlijk Malino en dus David. Gegroet. Gegroet. Koning David. Koning David. Dit is pure discriminatie. Ja, kom maar. Ik heb ook een Kingdom. Kom maar met die koningen. Kingdom Boy. Kingdom Boy. Ja, nee, laat maar. 13 afleveringen actief. Oké. Jullie gaan zo meteen, gaan jullie dus je slavisch uitkiezen. Maar dat gaat natuurlijk op een hele leuke manier. We hebben daarvoor speciaal iets gemaakt. En kom maar eventjes naar beneden. Dat heet de Varken Generator Machine. Dat linkse redstone kunst te lezen zetten. Prachtig. 10 out of 10. Ik ben heel goed in redstone. Heb je er wel een paar guardian eieren in gestopt, Link? Dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Hier, neem het. Je hebt misschien kans op een guardian, maar dat maakt niet uit. Ja joh, maakt uit. Goed, wie van jullie wil eens eerst douchen? Milan? Oh. Blijkbaar ik. Nou. Hij weet wanneer ik vies ben, dus nu. Yep. Okay. Ben je klaar om te gaan douchen, Milan? Ja hoor, brengt u maar een eerste douche. Slaafje is... Oh. Oh nee, het is die ene van Kingdom Boy, het is Rode! Oh. Yes! Ja, goeie! Oh my kerstmuts, oh ja. De kerstmannen. Gezellig. Nou David, ik zou zeggen, neem een douche. En wie heb jij? Het is... Jeremy. Yeah! Gezellig! Ze hebben er al heel veel zin in. Nou, Milan, ik zou zeggen, wie wordt jouw tweede slaaf? Mijn tweede slaaf? Ronald, jij mag het doen. Oh ja, ik mag. Oké. Sorry, je bent een slaaf. Yo, ga douchen, man. Oké, noem ze gewoon vrienden. Oké, op wie hopen jullie? Op Joost? Ik hoop dat hij Harm pakt. Joost! Dat is... Harm, godverdomme. Harm, godverdomme. Nou, David. De laatste die je krijgt. Ja, David, we zijn gered. Joost! David! Gezellig. Nou jongens. We missen de Guardians. De Guardians, er zit er eentje achter, man. Hier, wacht. Jongens, spring voor Bar. Yeah. Hou nou eens op, jongen. Spring voor Bar. Jullie hebben 15 minuten tijd. Ik pak even de termen erbij. Nou hoor, David gaat toch gewoon los, hoor. Hij gaat al bouwen. Hij is al begonnen. Hij zei toch go? Nee, de tijd begint nu. Oké, sorry jongens. Laatste trap. Ja, ik moet even mijn John Smith installeren. 1 seconde. Oh, hou John Smith. Dat hoort wat wel bij... Wat gaan we bouwen? Wat gaat team David bouwen? Vertel. Ja, ik weet het niet, jongens. Wat we gaan bouwen, jongens. Ik krijg geen instructies. Ja? Nou, dan ga ik even bij Milan kijken, want hun weten het al. Vertel eens, jongens. Milan, moeten wij geen berg? Maak een muur. Maak een muur, jongens. Van deze kleur. Niet met dat, jongen. Dat is lelijk. Nee. Jongen. Oh, ik ben nu al zo erg. Doe het met brikkies. Ik zie echt gewoon dat David hier gewoon lekker aan het bouwen is. En ik zie dat Joost en Jer aan het onderhandelen zijn over brikkies. Het was zo lang geleden. Ik zit niet dagelijks in de Kingdom, dus ik weet het allemaal niet. Dagelijks haking. Dus. Ja, jij leeft het niet, hè, die Kingdom leven. Dat is het probleem. Nee. Ik leef niet de Kingdom leven, nee. Joost, zou je heel graag de Kingdom leven willen leven? Ja, dat wilt u wel, hoor. Eigenlijk zou ik dat willen. Maar weet je, vandaag is de dag. Dit is mijn moment om te shinen. Ja, ik ken dat woord niet, shinen. Ja, maar welke bedenk nou even, als jij een Kingdom zou hebben, hoe zou die heten? Oh ja, Kingdom spellen. En dan speel ik erin. Wie zou de slechtste koning zijn? Koning Joost. Ik denk wel. Ik denk Milan. Ik denk Harm. Koning Harm, ja. Koning Harm. Dan is het Kingdom Head of Kingdom Games. Eén Kingdom Head vind ik wel leuk. Kingdom Head. Of Kingdom. Het Kingdom. En Harm, vind je ervan? Ik vind het allemaal mooi. Loser. Kingdom Loser is ook wel leuk. Daar past hij wel bij, ja. Ja, die vind ik wel leuk. Inderdaad. En niemand woont daar, alleen Harm. Hij is eigen Kingdom Loser. Hij staat iedere dag zijn eigen muurtje te bouwen gewoon. Ja, maar van wie ben ik koning dan? Van jezelf. Hey. Arme. Leef die autisten life, hey. Harm. Lekker knippen. Nou, het gaat er gewoon in, Harm. Je bent gebed voor de Kingdom, Harm, helaas.
Dan moeten we hier twee torens hebben straks, jongens. Oh. Want we moeten ook kunnen zien dat we rijke tata's zijn. Ziet er hier al best wel netjes uit, jongens. Ja, wij zijn echt goed. Ja, wij zijn echt kut bezig, jongens. Ja, als ik nu... Milan, joh, what the fuck zijn we aan het doen? Als ik nu even serieus het verschil neem, gewoon eventjes hoe het eruit ziet, dan ja, dan heb ik al een beetje mijn voorkeur. Hij komt omdat ik Kingdom ik zou willen. Ja, maar Milan en ik zijn inactief, dus wij weten niet echt hoe we meer moeten bouwen. Ja. Ik zorg voor de afleiding, jongens. Ik denk dat we vet veel mensen hebben zo meteen. Oh, dan gaan ze. Oh, kijk eens aan. Zo, dat ziet er wel krachtig uit hier. Wow. Ja, dit is even nep, man. En dan ook gewoon allemaal armen erop zetten. Moeten we wel dit doen, jongens? Ja. Voor die raampjes, anders dan. Kijk, kun je zo. Maak je deze en dan kopieer je. Oh, baby. Oh, man. Ja, maar dat kan ik ook. Ik kan je wel goed demonstreren, zeg. Zo. Hé, maar is het nou flauw als ik de enige ben die moet je mij schieten? Oh, zit er nou te schieten? Oh, zit hij erin? Zit hij erin? Beter dan voor ons allemaal. Wat zijn jullie hier allemaal aan het doen? Oh, dit ziet wel netjes uit, jongens. Die zijn echt een bulteam geworden hier. Link, kun jij een kleine tip geven van wat Milan nu maakt? Mag dat? Ik heb een tip. Ken je de Teletubbies? En dan wat die drillpudding die uit je apparaat komt. Zo ziet ons eruit. Het is het uniekste kasteel wat ik ooit in mijn leven heb gezien, dat kan ik zeggen. Oké. Okay. Ja, je moet mij ook niet als leider hebben voor een stomme beeld af, man. Dus ik dacht dat jullie Harm de leiding hadden gegeven. Ja, Milan, mag ik de leiding? Nou, ja, hoor, vanaf nu mag jij de leiding. Ja. Wow. Oh, we gaan het echt te maken. Het gaat goed, ga door. Mogen we dan wel extra tijd, alsjeblieft? Nou, nee. Ik kan echt de tering krijgen. Nee, dat wil ik niet. We hebben kaas. We hebben kaas. Ik wil gewoon kaas. Ik wil kaas. Ik ben ook een klant. Ik ben ook een klant. Hoeveel likes voor de volgende aflevering? 10.000 longen! 10.000 longen, nee joh. Bij 15.000 komt Kingdom 101 uit. Yeah! 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 Hoor je hoe enthousiast we zijn. Maar David, ik wil nog even een vraagje. Wat is hier precies jouw bedoeling van dit stukje in het midden? Ik wil ze zeg maar een beetje verwarren. Ze denken, wie is de echte? Wow. Okay. Ja, ik zag het. Ja. En dit is gebouwd op dat zij ons moeten aanvallen. Als wij naar hun moeten, dan hebben we een probleem. Ja, dat hebben we zeker een probleem. Want in het gebied waar hun zijn, daar om te gaan vechten, dat is wel een heel... Jullie moeten ons zoeken, oké? Okay? Jullie moeten ons zoeken. Ah, jullie de boortactiek. Daar gaan en... Hey, we hebben goblins, een goblin tactiek, we gaan gewoon weer in de grond. Ze gaan gewoon graven, ze komen niet meer terug. We doen het. Oké, okay, Harm, slaaf, bitch uit Friesland, ga Armo maken. Nee, Harm was de koning geworden, Milan. Oh shit. Milan, aan het werk. Ja, daar heb ik je even. Oké, okay, ik heb schizofrenie. Ineens ben ik je koning. Oké, man. Als jij die shit doet en Ronald, als jij nou gewoon toekijkt hoe hij het doet, dan ga ik even pissen. Dan ben ik zo terug. Zo! Oftewel, niemand doet wat. Wow, dit is echt productief koninkje. Dit belooft veel. Kingdom David! Kingdom David! Het actief van allemaal! Het actiefst van allemaal! We hebben onze toren! We staan hier in de wapperende wind. Wapperen. We snijpen jullie allemaal de moeder. Dank u. Een applaus waard hoor. Gillende negers erin. Hoppakee. Ja, kom maar met die negen meneer met Tim. Met Kip. Wow. Kip meneer. Dat is Kip meneer. Hier komt Kip meneer. Ik ben al klaar met de armor, dit komt helemaal goed. Ik ga even spieken. Zo. Er zit aardig wat voorbereiding in hoor. Wat vind je van het zwaard dan? Jezus fucking Christus! Nee, ze hebben gezegd, je mag geen gold hebben. Oh, nice! Lekker. Oh my god! Hij heeft geen Empire Wands. Ik heb helemaal geen Empire Wands. Dit is sterk. Oh! Hey jongens, stil gelijk quitten jongens. Ik kan zeggen, het volgens mij is het sterker dan Empire Wands. Nee jongens, ik heb een rukbunker gemaakt. Kunnen we terugtrekken? Kom in mijn rukbunker. Even kijken hoor. Hij is niet mooi, ik ben er al wel. Ja, jongen, je bent echt goed teamwerk, ik hoor het alweer. Maar wat nou als we in battle zitten en je hebt eventjes zin om te rukken? In battle, je dan? Dat is het wel mogelijk daar. In battle, ja. Je neemt het wel heel serieus. Maar jullie zijn hier al een muur aan het maken, meneertje, van de andere kleur. Ze maken een muur, maar wat gaan ze met die muur doen? Ik wil weten waarom jullie een muur maken. Ronald, neem het woord. Ja, Ronald, wat was eigenlijk het idee? Want ik volg het op, terwijl je niet leider bent eigenlijk. Bescherming. Bescherming. Ooit gaat het fout. Oh ja, want straks komen er bloedende meisjes op ons afgeschild, hè? Wow.
Wow, wow! Ronald. Ja? Zou, was je aan het spieken? Ik was niet aan het spieken. Waarom sta je dan hier bij de buurt? Ronald! Nee! Ronald! Nee! Ronald! Ga terug bij je eigen land! Oké, wie is de mol? Wie is de mol? Jongens, jullie hebben nog iets minder dan 2 minuten. Zijn jullie al een beetje aan het afronden, jongens? Dat nou, we zijn al aan het schieten. Je ziet, ja. Ze zijn al begonnen, hoor. Ze zijn al begonnen. De oorlog is real. En de tijd is... Maar hoe gaan we naar boven, David? Nee, oké, jongens, ik wil jullie eventjes laten zien aan Andermans Kingdom. Ik presenteer jullie. Kijk eens aan. Dit is het. Oh, wat? Het is echt een drillpudding met paarden. Ja. Ik zou zeggen, let the roleplay begin. Ja, gaan jullie naar binnen? Oh, ja. Ronald ook naar binnen? Ja! Ja, ik ga mee. We gaan ook naar binnen. Nee, weg. Nou, we kunnen niet normaal binnenkomen, ja. Dan fikken we wat, wel wat op. Wat doet hij zomaar in mijn huis? Hé, hey, koning David. Hallo? Ja, wat is er? Goed, meneer. Dag. Hé, hey, Joost, ga je weg? Hey, wat sta je wat is, me wat nou? Wat is het probleem, koning nou, weg. Nou, je hoort het al een beetje. Er zit iemand van uw kingdom in mijn kingdom. Kingdom Wantropia, allemaal hierheen komen. Wantropia? Oh, sorry. Joost, ga weg. Ja, ik was even op bezoek bij Harm. Ik word gewoon beschoten van alle kanten. Zeg, mag ik een kijkje nemen in uw kingdom Wanhoop? Ja. Je mag best even komen kijken, je bent een trouwe vriend. Goed, nou jongens, laten we gaan. Even kijken niet naar allemaal. Kingdom Wanhoop. Ik vind hem vind ik stom. Ja, ik vertrouw dat mokkeltje ook niet hoor. Oh. Maar hij heeft me 2 keer geraakt. Weg met Harm. Groot je nou mokkel. Op een van mijn leden? Nee, ik dacht dat het een van Jenava was. Net als hij. Ik dacht van, hey, dat is een Jenava. Yo. Is dit nou oorlog? Ja, wacht even. Ik moet heel even snel wat pakken en dan kom ik er weer aan, ja? Ja, doe maar. Ik jongens, loop mee. Ik accepteer het niet zo, hoor. Dat nee, die, hey, zo dan moeten ze de bordjes ook nog laten lezen. Ja. Oh ja, de bordjes. Jongens, wij horen het niet. Laten ze roepen. Weet je wat? Ik ga daar gewoon heen en ik ga ze bedreigen. En dan zeg ik dat hij maar lekker een wortel in zijn anus mag steken. Wat? Ik hoor iets over een wortel. Dan gaan we pakken, oké? Wortels, dat is wel lekker. Laten ze de bordjes lezen. Als ik heel hard zeg... roze koeien, dan moeten we aanvallen, oké? Okay? Hij zei roze koeien! Schiet! Nee, nu nog niet! Hé, hey, waarom schieten ze op ons? Wow! 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 Oh nee, jongens, er is zomaar wat geëxplodeerd! Wow! Is je naam maar in de buurt hier? Hadden we niet verwacht! Ik ben er klaar voor, ik heb het gepakt. Oké, laat maar zien. Nee, ik heb gewoon iets voor mezelf gepakt. Gewoon een schoon onderbroek, dat hoef je niet te zien. Wilt u mij een rondleiding geven, heel kort? Ja, tuurlijk wil ik dat. We beginnen dan zeg maar bij jullie... Zo, dus vanaf hier zien we jullie prachtige paleis. Je kan deze kant op. En hier is dan onze prachtige muur van Antropia, die in 300 jaar nog nooit beklommen is. Wantropia, even correctie. Ja. Okay, ik kan het even niet doen, meneer. Hey, wat is dit? Oh, Kom maar op. Jongens, lees voor de bordjes. Het games is een smikkelbeer, so true. Ronald's moeder is ook een goblin. Oké. Okay. En Kingdom Malle Ino. Oh, een harme stomp. Schande van de kingdom. Redden! Wat gebeurt er? Redden! Nee! Oh god! Wegwezen! Weet je hoeveel tijd wij hierin hebben gestoken? Ja, maar 15 minuten. 15 minuten. Hey, ik ga weer even onder de douche staan, kijken wie ik krijg. Nou, dat kan je krijgen op je mel. Gauw! Maar jongens, ik moet wel eventjes zeggen, dit Kingdom gevecht was de meest epische Kingdom gevecht wat ik ooit in mijn leven heb gezien. Ik wil het deel 2 zien. Is dit aflevering 100 confirmed? Het is aflevering 100 confirmed, Joost. Het is echt waar. Nice. Iedereen zit nu te popelen in de reacties om deel 2. Dat gebeurt bij de 100.000 longen. En ik zie jou in de volgende aflevering van de Build af. En ik zeg een mening, dat is later. Ja, bij Harm in bed. En, hoe was het? Harm was goed. Harm was prima. Niks mis mee.